Ik ben hier te gast in een leuke badplaats. En het is alleen vandaag een beetje moeilijk te zien welke het is. Maar gelukkig heb ik een deskundige op dat gebied bij me. Tom, vertel eens, waar zijn we? Nou, het is op zichzelf heel erg makkelijk. Het is Vlissingen in de Mist. Okay. En een uurtje geleden scheen de zon en misschien een half uur later ook weer. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk typisch voor als je aan zee woont en verblijft, dan kan de mist komen. Okay. De zeemist, en dan verdwijnt die weer. Tom, wat staan we hier bij een pracht van een auto? Ja, het is een Range Rover uit 1985. Eigenlijk wel te beschouwen als mobiel erfgoed al. De auto is in perfecte staat. En we hebben er af en toe eens mee gereden. Maar op het moment is de auto geschorst vanwege de toch wel wat merkwaardige regeling. Ik heb er namelijk een aantal jaren geleden gas in laten bouwen. Toen was er nog niets aan de hand en toen kon dat ook nog. En vanaf 1 januari zou ik dus opeens een gigantische hoeveelheid wegenbelasting moeten gaan betalen voor deze auto. En ja, dat verhaal dat klopt ergens niet. Hoeveel moet je gaan betalen? €2.400 en een beetje per jaar. 200 per maand. Dat is dus ongeveer 200 en een beetje per maand. Ja, wat natuurlijk niet in vergelijking staat. En het meest merkwaardige is dat, goed, dat gas dat zit erin. Dat is er ingezet vanwege natuurlijk de gasprijs, laten we daar eerlijk over zijn. Maar ook omdat het enorm milieuvriendelijk is. Het is stukken milieuvriendelijker dan stel dat er benzine of diesel in zou zitten. Want rij jij veel met deze auto? Nee, eigenlijk niet. Wat op het eiland hier, Walcheren. Af en toe misschien eens een keertje ietsje verder naar Rotterdam. Maar het is geen auto voor dagelijks gebruik. En het is zeker geen auto om met vakantie te gaan. Ook vanwege het hoge verbruik natuurlijk. Hoe ben je hier aangekomen? Heb je hem zelf helemaal gerestaureerd? Hij was al gerestaureerd. Het verhaal is dat ik hem via een vriend in Milaan gekocht heb. Ik wist dat in Noord-Italië de auto's erg goed zijn, omdat daar geen zout gestrooid wordt op de wegen. Is ook niet nodig. En de man die deze auto had, heeft hem geprepareerd voor 1 rally in Noord-Afrika. Die heeft hij gereden. En toen paste die niet meer in de collectie. Het klinkt een beetje naast de schoenen lopen. Achtig, maar ja, ik heb er wel geluk mee gehad en kon een gerestaureerde auto kopen. Toen uiteindelijk heb ik er 2 jaar geleden heb ik daar gas in laten zetten door een gecertificeerd bedrijf. En ja, 1 januari kwam de aap uit de mouw. Toen kwam er opeens een nieuwe wet die met terugwerkende kracht werkt. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. Want op het moment dat ik daar gas in gezet heb, was dat nog niet bekend dat dat met terugwerkende kracht niet belast werd, maar wel de auto geregistreerd werd als zijn gasauto. En ja, dan moet je heel veel wegenbelasting gaan betalen. Maar ik begrijp dus wel dat, dat je behoorlijk boos kunt maken over het feit dat je voelt je gewoon echt op het verkeerde been gezet. Dus. Nou, ik vind het gewoon, ja, je zou kunnen zeggen het is een vorm van onbehoorlijk bestuur. Omdat je dus geconfronteerd wordt met iets wat je dus niet meer kunt vermijden. Het enige wat je nu nog kan doen, en dat denk ik dat ik ga doen, dat je de gasinstallatie weer door een bedrijf uit laat bouwen en weer extra kosten maakt. En dan haal je iets uit die auto, wat eigenlijk onzin is, want het is toch een tendens om steeds schoner te gaan werken, steeds minder gevaarlijke emissies te hebben. En ja, dan word je eigenlijk min of meer gedwongen om dat er weer uit te bouwen, weer op benzine gaan rijden die toch iets vervuilen. Er is dan gas. Ik vind het een hele merkwaardige geschiedenis. Ja. En onterecht ook. En vind je het überhaupt een probleem om dat er enige wegenbelasting moet worden betaald voor dit soort auto's? Nee, absoluut niet. Je rijdt ermee op de Nederlandse weg en ik geloof dat er een regeling is van €125 per jaar. En dat vind ik billig en daar heb ik geen enkele moeilijkheid mee. Maar achteraf te zeggen van, ah meneer, uw auto is nu op gas. Wat u ingebouwd heeft nadat de vrijstelling aanwezig was, ja, dat kan eigenlijk niet. Hetzelfde als een asielzoeker een brief krijgt dat hij mag blijven en dan 2 jaar later wordt er gezegd, nee, u moet toch weg. Waar is de regering mee bezig? Ik krijg een officiële brief. Daarin staat dat de auto belastingvrij is, ook inclusief de gasinstallatie. En dan wordt het opeens teruggedraaid. Ja. Billiger zou zijn als ze gezegd hadden van, nou, vanaf 1 januari 2014, als u na die datum gas inbouwt, bent u de klos, bent u belastingplichtig voor een enorm bedrag. Maar daarvoor maken we een overgangsregeling. Ja. En nog even voor alle duidelijkheid, dit is niet jouw enige auto. Met deze auto maak je
zeg je zelf, een beperkt aantal kilometers per jaar. Kan je enige indicatie geven hoeveel je hiermee tot nu toe gereden hebt per jaar? Ja, dat is 2.000-3.000. Ik rij wat op rand. Ik heb een normale auto, een diesel waar ik normaal ook voor betaal. En die is een paar jaar oud en dat is onze dagelijkse auto. Dus dit is gewoon eigenlijk hobby. En ik doe veel voor het erfgoed. Ik ben ook lid van de erfgoedorganisatie Varend Erfgoed in Zeeland. Dus ja, ik heb wel wat met erfgoed. En dit is eigenlijk gewoon het mobiele erfgoed. En het is zonde als dat toch uit Nederland gaat verdwijnen. En ook die Amerikaanse auto's, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar het is ook ons erfgoed. En zeker die mensen die worden enorm hard getroffen. Ja. Nog als laatste vraag. Wat maakt nou deze auto zo bijzonder voor jou? Los van de staat waarin die verkeert hoor. Maar wat is het bijzondere aan een Range Rover? Ja, als klein kind had ik er altijd al eentje willen hebben. En het zijn fantastische auto's. Geven. Ja, dank je. En toen ik een gelegenheid had om een goede te kopen, dus zeker geen wrak, heb ik toegeslagen. En het is een collectors item eigenlijk. Oké. Nou, laten we hopen dat er toch nog een toekomst voor ons en onze Range Rovers is weggelegd. Ik hoop dat er een moment van bezinning komt daar in Den Haag.